Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Vandaag is het weer tijd voor een update van hoe het met Elin gaat. En natuurlijk ook een beetje hoe het met mij gaat, maar vooral hoe het met Elin gaat. Dus ben je benieuwd naar hoe het met mijn dochtertje van inmiddels 7 maanden en 1 week, 7,5 maand zeg maar, is. Blijf dan vooral kijken. En dan vertel ik je meer. Mocht je deze video's leuk vinden, doe dan vooral een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren. Dat zou ik fantastisch vinden. En laten we gewoon gaan beginnen. Het gaat goed met Elin. En daar wil ik het bij laten. Nee, het gaat goed met Elin. En het leek me leuk om ook een beetje te vertellen wat haar schema is. Want we hebben een beetje een nieuw schema. Dus het leek me leuk om dat te delen. En verder ga ik gewoon weer een beetje vertellen hoe het met ons is. Nou, het gaat dus goed wat ik al zei. Ze is... een grote meid aan het worden. We zijn alweer een tijdje geleden bij het consultatiebureau geweest en dat was allemaal prima. En volgens mij moeten we nu over een week of 3, dacht ik, weer. Dat is een soort extra afspraak en dat komt omdat ze eerder onder wat vakere controle stond vanwege haar gewicht. We zijn nu, hoeven we niet meer bij de arts, maar hebben nog wel één soort extra consult in plaats van dat het pas weer met 11 maanden is. Op zich gaat alles prima, ook met haar gewicht. Dus geen zorg, maar is meer een soort extra momentje. Eigenlijk groeit ze als kool. Ze heeft ook echt, zeg maar, steeds meer, krijgt ze echt een beetje een bollere toet. Want ja, dat had ze niet. Ze was gewoon heel slank. En ze krijgt nu echt wel weer meer van die hamsterwangetjes. En het is nog steeds niet echt. Oh, trouwens, dat geklapper is de harde wind. En ons ventilatiesysteem wat dan gezellig meeklappert. Dus het stormt heel erg. Dus bear with me als je daar last van hebt. Maar... ze krijgt wel iets meer spekjes, maar het is niet... Ja, ze is nog steeds gewoon wel... als je het vergelijkt met Niels, is ze heel slank, zeg maar. Niels was echt, nou ja, gewoon zo'n lekkere chubby baby. En dat is Elin niet. Ze is lekker aan het bewegen. Ze gaat nu achteruit of in 360 graden. De andere, zeg maar, de vooruit lukt nog niet. Ze probeert het wel. Ze gooit steeds speeltjes weg en dan probeert ze daar naartoe te gaan. Maar dat lukt niet, want dan gaat ze gewoon rond. Uiteindelijk komt ze er wel, maar dan in rondjes. En zitten kan ze ook steeds beter. Volgens mij kon Niels echt al wel redelijk goed zitten nu rond deze leeftijd. Maar ik heb nog niet mijn filmpje teruggekeken van Niels. Dat ga ik nog wel even doen. Ik zal ze hier ook linken. Niels is mijn zoontje, die is inmiddels 3. Maar daar heb ik ook de eerste video's van opgenomen aan het begin. Dus heel leuk ook om terug te zien. Ook om de overeenkomsten en de verschillen te zien. Ja, ze is heel goed met haar handjes en... weet je, net zoals ze wel zo'n flapje open en dicht te doen. Zo'n karretje, zo'n flapje te doen. En ze bestudeert wel van alles. Maar ze heeft niet echt haast om fysiek heel wilde avonturen aan te gaan. Ze vindt het ook wel leuk bijvoorbeeld om te staan. Moet je er echt vasthouden. Niels die ging met... toen was hij echt wel ruim 8 maanden. Ging die staan. Ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat bij haar gaat. Of ze... Ik denk niet dat ze per se heel veel langzamer is dan hij, want ze heeft best wel een wil. Dus ik denk wel dat ze, als ze op een gegeven moment in de kop haalt dat ze iets wil, dat ze dat ook gewoon gaat doen. Alleen ik geloof niet dat ze er nu per se nog... Ja, volgens mij kruipen zou ze wel willen. Dus je ziet er ook wel met die beentjes gaan, maar ja, nee, daar komt nog weinig van. En wat ze dus ook nog steeds niet doet, of eigenlijk ze heeft het ooit gedaan, maar ze doet het gewoon niet meer, is ze kan heel goed draaien van de rug naar de buik, maar terug doet ze niet meer. Ze heeft het ooit gedaan, dus ze snapt het. Ik heb het er zien doen. Toen ze een tijdje geleden ziek was, voor wie mijn vlog had gezien, toen deed ze het ook weer. Maar dat is dan één momentopname, maar dat is verder niet. Ja, ze gaat nog steeds, als ze op een gegeven moment er klaar mee is, ja, dan gaat ze gewoon zo liggen van, joe. Ze kan best wel lang op haar buik liggen. Laat zij de lijst van het kinddagverblijf ook. Ze kan gewoon echt gerust, kan je er een half uur op de buik neerleggen. Als ze niet moe is of honger heeft of dat soort dingen. Maar in principe kan ze daar prima zich voor maken. Maar terugdraaien, dat doet ze niet. Ik weet niet waarom. Dus dat resulteert als ze hierin ligt, ook als ze met haar been vast zit. En dan begint ze een beetje te krijzen. Verder is ze sowieso, vind ik, echt geen watje. Ze kan best wel goed tegen pijn. Ze is geen aansteller, maar als ze gaat, dan gaat ze loco. Dus die vrouw heeft een krijs. Dan moet je echt je rughaar gaan overeind staan. We waren laatst bij vrienden en... We legden haar boven te slapen. Dus we hadden nog over babyfoto's. Nou, wij horen hem ook altijd wel. Ze hebben ook een kindje. Prima. Wij zaten beneden inderdaad te horen huilen.
En ik had daarvoor verteld dat ze echt heel hard kan krijgen. Dus, oh ja, ik hoorde net wel dat ze. Maar dit is niet heel veel harder dan wat hij doet. Ze, nee, maar dit is mild. Dit kan echt nog 100 keer. Ze zei, oh, oké, okay. Ze kan echt. Ze kan zo. Dat wij gewoon, Sven en ik, gewoon af en toe gewoon echt een beetje lijp ervan worden. Dus het is zo'n naar geluid. Verschrikkelijk. Dat huiltje horen we niet vaak. Maar als ze bijvoorbeeld honger heeft in de nacht, dan zet ze die op. En dan krijgt ze wat ze wil. Dus dat is in principe wel goed voor elkaar. Over de honger in de nacht gesproken. We zijn gestopt met de 11 uur fles. Dat wil zeggen, we zijn grotendeels gestopt met de 11 uur fles. We zijn daar vorig weekend mee begonnen. Zij kreeg nog 5 flessen. In principe is dat wat veel. Maar vanwege haar gewicht is het eigenlijk geen probleem. Ze was ziek geweest. Dus we dachten ook, weet je, we gaan niet al te... Al zo moeilijk doen met deze fles. Want ze had dus, nou, ze was echt wel flink ziek geweest. En hebben jullie misschien ook wel gezien in de vlogs. Maar ze had geen plasluiers meer. Ze plaste rustig van 5 uur 's ochtends tot 5 uur 's avonds niet. Nou, dat is niet goed. En ze was gewoon niet gelukkig. Dat is nu weer over. Maar daarom hadden we ook wel zoiets van, oké, we wilden eigenlijk al eerder stoppen met die fles. Maar omdat ze ziek was geworden, dachten we, ja, dat moeten we dan nu even niet doen. Want ze moet nu gewoon even... weer gewoon aansterken, lekker eten en dan komt dat vanzelf. Dus we zijn vorige week gestopt. We hebben de fles van 7 uur wat opgeplust. Dat deden we eerst met een papfles, maar dat ging toch niet helemaal zoals we wilden. Dus nu doen we een gewone fles en dan doen we een schep extra, hoe heet het erin? Een schepje extra poeder, dus ik heb ze 7 scheppen met 2,10. En dat gaat eigenlijk beter. Het is nog wel, je moet er dan wel echt proberen om 5:30 eten te geven. Want anders dan drinkt ze die fles van 7 uur niet goed genoeg om vervolgens goed te kunnen slapen. Dus dat is nog even een moeten we goed op letten, zeg maar, dat we op tijd thuis zijn om dat te kunnen doen. Maar eigenlijk gaat het dan wel goed. Niet elke nacht, want ik heb er 1 keer dat ik dacht, nou, ze heeft echt niet goed genoeg gedronken. En ik wist dat ze op het Kind Aflife ook niet fantastisch had gedronken. Dus toen hebben we er om 11 uur nog een fles gegeven. Ik dacht, ja, anders moet ik er vannacht uit. En volgens mij hebben we in een week tijd, geloof ik, dat we 2 keer... s'nachts, en de ene keer was het ook om 12 uur en de andere keer was het om iets van 2 uur... toch nog een keer een fles gedaan. We hebben 1 keertje gedaan met 90 delen. Maar toen werd ze echt giftig toen ze het op had van, geef me meer. Dus toen zijn we de keer daarna hebben we ook gewoon een hele fles gedaan. Dus ja, we zijn nog niet helemaal ervan af. Maar ja, zoals gisteren, als ze gewoon s'avonds goed heeft gegeten en ze drinkt die fles van 7 uur goed. Ja, dan gaat ze gewoon naar bed en dan is dat het. Dus dat is wel een mooi brugje, denk ik, naar het schema. Het magische schema wat ik hier even heb staan. Want het is, ja, we hebben het dus nu sinds een week. Het is gewoon een klein beetje aangepast ten opzichte van wat we eerder hadden. Het is niet heel spectaculair veranderd. Maar wat natuurlijk een groot verschil is, is dat toen zij nog om 11 uur een fles kreeg, toen sliep ze tot een uur of 8 uur, 7:45. Ja, dat is natuurlijk nu niet meer zo. Dus ze wordt nu meestal ergens tussen 7:30 en 7:30 wakker. Vaak wordt ze al eerder een keertje wakker, maar dan krijgen we nog wel een slaap. Maar ja, dan, daarna is het echt wel klaar. Dan gaan we, meestal haal ik haar dan gewoon het bed, verschoon ik haar, kleed ik haar aan. En dan was ik er pas na de fles. Dat vind ik dan wel, weet je, dat ze gewoon, die melk loopt dan nog overal en dan kan je daarna gewoon even rustig wassen. Dus dan, rond die tijd staat ze op en dan, we zijn nu nog wel de fles rond 8 uur aan het doen. Gewoon omdat, ja, anders de rest van het schema helemaal in de war zou raken. Dus ze krijgt wel iets eerder de fles, maar niet zoveel eerder als ze opstaat. En dat gaat in principe prima en als ze hem eerder wil, dan krijgt ze hem. Maar zolang ze er niet om... krijgt, dan gaat dat goed. Dus we geven rond de 8 uur de fles en dat is dus 180 met 6 scheppen en natuurlijk 10 druppels vitamine D. Die doen we niet in de fles, die doen we ernaast. En dan krijgt ze rond 9 uur een fruithapje. We maken dat soms zelf en soms op een potje, dat wisselt een beetje. In principe lust ze dat allemaal en gaat dat prima. En dan gaat ze rond 9:30, 10 uur naar bed. En dan slaapt ze soms een uurtje, soms 2 uur. Dat hangt er een beetje van af. Vandaag sliep ze zelfs, ik denk misschien wel, 2 uur heeft ze geslapen. Dan wordt ze dus wakker, meestal rond 10:30, 11 uur. En dan gaan we gewoon lekker knuffelen, spelen, dat zingen. En dan, ik heb haar natuurlijk dus gewassen. Na de fles voor het fruit heb ik haar gewassen. Ingesmeerd, want ze heeft een hele droge huid. Ze begint trouwens ook een beetje eczeem.
nu hier te krijgen. En ze doet haar vingers steeds in haar mond. Ze knaagt heel erg op haar vingers. Als iemand tips heeft, let me know. Want daardoor krijgt ze dus ook een soort van eczeem op haar handen. Tenminste, het was gewoon geknaagd. Maar wat de leidster van de kinderdagverblijf zei, volgens mij klopt ook wel. Want ik zag het nu ook, zeg maar, het lijkt om te slaan naar eczeem. Maar ja, daar kan ik dus geen crème smeren, want het mag het niet in de mond krijgen. Dus, nou, let me know als iemand tips heeft. En natuurlijk heeft ze allemaal van het bij het speelgoed. Maar ja, de vingers heeft ze altijd bij de hand en die pakt ze dus ook. Nou goed, dan rond 12 uur krijgt ze een broodje. Een boterham met boter. Meer doen we er nog niet op. Volgens mij is dat ook helemaal prima. We halen de korstje ervan af. Ik geef haar een korstje in de hand en zelf geef ik haar steeds stukjes. Nou, net als ze een hele boterham op zonder de korstje. Soms is het een halve. Het verschilt een beetje. En dan krijgt ze, dan heeft ze die op. En dan krijgt ze rond 12:30, 1 uur de fles en dan gaat ze weer naar bed. En dat is zeg maar het lange slaapje, als het goed is. En dat is dan tegelijk met Niels, die iets korter slaapt, maar zij gaat wat eerder in. En dan geef ik om 3:30 nog een fles, weer 180 cc. En daar zit ik een beetje te kijken of moeten we dat vervangen door een tussendoortje. Of moeten we dat deels een tussendoortje laten zijn en dan een kleinere fles. Ik ben heel benieuwd hoe jullie dat doen. En sowieso wat voor tussendoortjes geef je, want dat vind ik ook nog best wel ingewikkeld. Ze heeft geen tandjes. En sowieso, ja, je wil er wel iets verantwoords geven, maar wat dan? En ja, ze vindt knagen wel heel leuk. Ik heb dus gisteren van die soort maisvingers gekocht. Gewoon van die vanaf 6 maanden. Er zit verder alleen maar mais in. Ik geloof iets van 99% mais en dan 1% zonnebloemolie. En dat zijn gewoon, nou ja, ter formaat van een vinger. Maar als je nog tips hebt met je voedzame concept, let me know. Dan gaat ze rond 4:30 nog een half uurtje naar bed. 4:30 tot 5. Of 4:45 tot 5:15. Om nog een soort van powernapje voor de avond. En dan gaan we om 6:00 eten. Ik probeer haar meestal iets eerder. Dus meestal probeer ik haar rond 5:30, 6:15 haar hapje te geven. En dan krijgt ze bij het eten nog, bijvoorbeeld als we sperziebonen eten, krijgt zij nog een sperzieboon in haar hand. Of een aardappel of whatever we op dat moment eten wat ik denk dat zij, waar ze op kan knagen. Dus dat doen we. En dan krijgt ze dus om 7:00 de fles en dan gaat ze naar bed. We badden 2 keer in de week, de dagen van het kinderdagverblijf. Die zitten mooi gespreid in de week en dat zijn ook de dagen waarop ze vaak het meest ranzig zijn. Zeker als ze wat ouder worden, nu valt dat natuurlijk nogal mee. Maar dat is gewoon heel helder. Dat doen we bij Niels ook. Ze gaan natuurlijk tegelijk, dus dat is gewoon makkelijk. En de ene keer is dat douchen met Sven en de andere keer is dat in bad met mij. En soms is het gewoon met z'n tweeën in bad en dan zit ik erbij. Dus ja, dat is een beetje ons schema. En dan gaat ze naar bed en dan staat ze volgende dag weer op. En dat gaat eigenlijk dus nu best wel prima. Ik ben dus heel benieuwd naar jullie schema en qua hapjes. Wat geven jullie? Qua avondeten wil ik iets meer toewerken naar wat wij eten. Maar voor nu geven we nog vrij vaak potjes. Soms eet ze een heel potje, soms eet ze een half potje. Zeg maar zulke potjes van Wolverine of welk merk dan ook. Ze vindt potjes met stukjes niet lekker, dus het moet wel glad zijn. Dus ze vindt zeg maar echt op iets knagen leuk en glad. Zeg maar daartussen in structuren vindt ze nu nog niet zo heel erg prettig. Dus ja, die potjes dat doen we. Ik ga weer koken uit het Op de Pop boek, maar ik vind het, ja, weet je, we hebben allemaal onze eigen, Sven heeft zijn eigen eetwensen. Ik heb vanwege mijn lactose-intolerantie weer dingetjes. Niels vindt ook het ene wel lekker, het andere niet. En dan komt zij er ook nog bij. Dus ik vind het wat lastig, omdat bij Niels was het natuurlijk heel veel makkelijker. Ik bedoel, dan aten we gewoon wat vaker apelsgroentevlees en dat blenderden we en dat was prima. Of 2 soorten groenten en aardappels of pasta. Of, nou. Dus ik ben er nog een beetje naar aan het zoeken. Dus heb je daar tips voor, zeg maar, hoe je het gezin, het gezinseten met de baby. Want ja, toen wij het met z'n tweeën en Niels was dat prima. Maar nu ben ik toch iets meer gek genoeg, iets meer aan het zoeken. En dat is het eigenlijk voor wat Eden betreft. Het gaat gewoon goed met haar. Dus dat is heel fijn. Ze is heel, heel vrolijk. Ze is echt, ze lacht eigenlijk altijd. Klaagt niet snel. Kan zichzelf prima vermaken. Vindt ook andere mensen echt
heel erg gezellig. Is ook niet, ik kan er prima bij iemand anders op schoot zitten. Nog wel, er komt vast een fase dat het niet de bedoeling is, maar nu kan dat prima. Is helemaal geen punt. Dus het is gewoon eigenlijk een heel, in grote essentie, dus eerst is het gewoon een heel relaxed, lief, super vrolijk meisje. Dus dat is echt, ja, is echt heel leuk. Ik kan er niks anders van zeggen. En Niels is het allerliefste broertje alle tijd. Dat heb ik al vaker gezegd. Die is echt. En ze kunnen ook heel hard om elkaar lachen. Niels kan haar echt aan het lachen maken. En nog een laatste dingetje over Elen. Wat heel leuk is, is dat ze probeert te praten. Als je baba doet, dan doet ze baba terug. En dat is echt heel leuk. Dan kan je een heel gesprek hebben. En dat vindt Niels ook heel grappig om te doen. Dus echt heel grappig om die twee samen te zien. Ja, met mij gaat het ook goed. Ik moet wel zeggen dat ik ja, toch steeds meer klachten krijg. Nou, we zijn natuurlijk bezig met het hele proces voor de operatie. Ja, en ik heb het gewoon nodig. Ik had gisteren de fysio weer aan de telefoon. En dat was iets voor de verzekering. En die, toen zei ik ook van ik heb ook pijn aan mijn liezen, kan dat er ook mee te maken? En toen zei ze, ja, dat heeft er zeker mee te maken. Dus zo merk ik dat ik steeds meer ja, rugpijn, liespijn en ik had al bilpijn. Dus nou ja, ik weet niet. Mijn ouders zijn ook een paar weken weg en ze passen normaal natuurlijk op de kids. Maar dat is dus de dag dat wij aan het werk zijn. Tenminste, de dag dat ze niet zijn opgegaan en wij aan het werk zijn. En, maar mijn moeder komt vaak op mijn mamadag ook langs. Dus dan heb ik iemand die helpt met de kids en dat soort dingen. En die heb ik nu ook niet. En dat merk ik echt zo'n dag als gisteren. Dan ben ik gewoon echt... Ja, op een gegeven moment doet bukken gewoon zo'n pijn. Het is, ja, is echt van de zotte en tillen. Nou ja, dus daar baal ik heel erg van. Dus ik hoop dat ik snel, nou ja, aan de beurt kom voor die operatie. Ja, als het niet snel genoeg is, dan moeten we het over onze zomervakantie heen tillen. Dus dan zal het pas najaar worden. Maar goed, ik moet natuurlijk ook genoeg tijd hebben om te herstellen tot we op vakantie kunnen. Dus het is allemaal een beetje zoeken. Maar voor nu sta ik gewoon nog op een wachtlijst. Dus daar hou ik jullie van op de hoogte. Ik hoop dat jullie deze video weer leuk vonden. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie schema's en eettips. Wat geef jij je kindje allemaal? Geef je al tussendoortjes? En zo ja, wat? Is het nog 4 flesvoedingen of doe je al andere dingen? Ik ben heel benieuwd. Let me know. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie heel graag heel snel bij een nieuwe video.